Fijn dat je kijkt naar Rondreizen. We hebben een nieuwe gast. We gaan een hele week op stap met Linda Geerding. Programmamaker, presentatrice, je doet van alles, hè? Ja, klopt, inderdaad. En ook veel op vakantie gaan en reizen? Ja, dat hoort een beetje bij mijn vak, hè. Ik ben verslaggever, dus ik word veel op locatie gestuurd. Dat ik van tevoren niet weet waar ik heen ga. Dus dat is erg avontuurlijk. En daardoor hou ik ook natuurlijk enorm van reizen. Dat zijn mini-reisjes. Dat zijn mini-reisjes, ja, inderdaad. In Nederland vaak. Ook wel eens in het buitenland, maar dat komt natuurlijk niet zo vaak meer voor in verband met alle bezuinigingen bij de publieke omroep. Ja, dus voornamelijk Nederland. Ja. En dus als de vakantie aanbreekt, dan denk jij, erop uit. Precies, dan zoek ik het dan verder op, omdat ik dan gewoon in een totaal andere cultuur ben. En dat vind ik dan fijn om even gewoon totaal weg te zijn. En ook niet herkend te worden, ook een voordeel. Nou, enorm, ja, meneer Edens. Tenminste, ik spreek uit eigen ervaring, maar hoe verder weg, hoe beter vaak, hoor. Ja, nou, daar heb ik nog niet zo heel veel last van, hoor. Gelukkig. Hé, hey, dan heb je mensen in allerlei categorieën. Hè? Ja. Je hebt vlees-vis-types, je hebt hoogvliegers en laagvliegers. En je hebt zon- en sneeuwtypes. Ja, dat is een goeie. Dan zou ik eerder voor de zon kiezen. Maar ik moet zeggen dat als ik in de sneeuw ben, dat ik dan wel volledig relax en ontspan. Misschien nog wel meer dan in de zon. Ja, en deze aflevering die gaat over Gerlos, dus ja, dat klopt, sneeuwtype. Ja. Ja. Nou, in dit geval is dat de eerste reis waar ik mee wou beginnen, inderdaad, ja. Maar het grappige is dat een dag van tevoren wij nog naar een zonvakantie aan het kijken waren. En wij gaan nogal vaak last minute, in de zin van dat we even lekker weg willen. Ja, is dat een familiechaos, geen planning, of is dat leuk? Ik denk het eerst. En ik hou van eerlijkheid. Dus jullie zaten nog zon, even lekker opladen. Ja. En toen werd het sneeuw. Ja, toen konden we toch niet helemaal de locatie vinden waarvan we dachten van nou, dat gaan we dan doen. Want dan kom je toch vaak uit op Egypte en dan zijn het van die all-inclusive reizen waar ik een enorme hekel aan heb. Dus toen hebben we uiteindelijk toch gekozen om lekker naar de sneeuw te gaan. En toen werd het Gerlos. Toen was ik onderweg nog aan het googlen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het heel Nederlands is. Oh, ja. En dat, als ik ergens een hekel aan heb, is als je op een vakantie aankomt en dat je meteen alleen maar Nederlands om je heen hoort. Dus ook in Gerlos, Oostenrijk? Ja, Oostenrijk. Ik heb één keer in mijn leven de vergissing van Hel am See gemaakt. 98% Nederlands. Ja. Dat is dit ook ongeveer. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ja, verschrikkelijk. Maar achteraf heel leuk. Oh, dat wat want... je noemt het wel als een favoriete vakantiebestemming. Ja, omdat we namelijk ons kleine meisje bij ons hadden. Lara, zij is 6 jaar. En zij vindt het natuurlijk heerlijk als zij nog maar net op die latjes staat. Dat ze kijk, in ieder geval gewoon Nederlands kan praten. Is ja, geweldig. Lara. Ja, die shout hier dan gewoon diehard met alle spullen. Vermomd als marsmannetje. Ja, ja. Het is wel de voorkant dit, hè? Ja, want we hadden het geluk dat het overdag -15 was in Gerlos. Ja, het was verschrikkelijk. Ja, we zijn daar ook krantartikelen tegengekomen van dat het op dat moment kouder was dan op de Noordpool. En dus dat was verschrikkelijk, eigenlijk. Maar wat is er zo leuk aan skiën? Ik heb het veel gedaan jarenlang, maar ik wil jouw mening horen. Ik vind het vooral heel lekker dat je nergens aan hoeft te denken. Dus dat je, ik ontspan volledig in de sneeuw. Omdat je dat prachtige landschap om je heen hebt. Mm-hmm. De sneeuw, wit, rust. De kou, dus die frisheid op je gezicht. De snelheid misschien? De snelheid ook. Maar hoewel ik ook weer niet van te snel ben. Dus heel vaak is het zo van, kom, we gaan lekker die lift vraag in. Vraag 3, kunt u eigenlijk nog skiën, mevrouw Geerding? Kom je er een beetje af? Nou, ik kom er in ieder geval af, ja. En ik vind het ook heel leuk om te doen, maar een zwarte piste zie je mij niet nemen. Nee, ik heb het jarenlang gedaan en ik ben eigenlijk opgehouden met skiën. Omdat ik vond het helemaal niet zo relaxed. Want die pistes zijn druk en dan gaat er weer zo'n kansarm Frans kinderklasje voor je uit. En dan ski je weer overheen. Dus je bent de hele tijd aan het werk. Ja, maar wel sportief aan het werk. Mm-hmm. Dus je voelt wel je lichaam constant. En aangezien ik daarnaast niet zoveel sport, is het eigenlijk wel heel goed voor mij. Sorry, dat ik toch een beetje in beweging ben tijdens zo'n vakantie. Ja. En toch ook gewoon de rust van de sneeuw, de prachtige omgeving. Dat vind ik ook heel mooi, zon op je gezicht. En tussendoor lekker natuurlijk even een borreltje. Ja, jullie gaan ook schaamteloos de skihutten in? En, ja, tuurlijk. Nee, niet. We hebben natuurlijk dan haar bij ons. Dus we kiezen dan wel een beetje een christelijk tijdstip uit om met haar nog even de kroeg in te duiken. Ja. En dan lekker vroeg het bed in om de volgende ochtend weer lekker op de latten te staan. Mm-hmm. Is het ook goed voor het gezinsleven dat je echt even lekker dicht bij elkaar komt? Vooral ja, want wij zaten toevallig in een hotel waar ook de familie Barend zat. En dan zie Barend. Je toch... Sonja Barend, Frits Barend. Nee, Frits met zijn hele gezin. Maar het skiën heeft ook echt iets heel familiairs natuurlijk. Dat je gewoon lekker met elkaar spelletjes doet ja. En heel erg tot elkaar komt. Ja, het klinkt heel...
burgerlijk, maar dat is het wel. Zeg, je staat op de skis, hè? Ja. En dan kom je langzaam op een te steil stuk uit met tiefsnee aan de rechterkant. Hoe red je jezelf? Huilend en bijna plassend in mijn broek ga ik dan eerst mijn man uitschelden. En dan vraag ik of hij mij normaal naar beneden brengt. Want dat is wat er altijd gebeurt. Dan vraag ik van tevoren, heb je gekeken wat voor piste we tegemoet gaan? Terwijl we in die lift zitten. Dat overkomt jou. Ja, het komt goed. Ik heb gekeken op het kaartje. En dan staan we vervolgens toch op een zwarte of een rode piste als eerste. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dan moet je gewoon met je dalski doorskiën. En met je bergski in de tiefsnee remmen. Dan ga ik echt in zo'n pizzapunt inderdaad. Ja, maar dat kan altijd natuurlijk. Ja. En gelukkig heeft Lara dat nog niet zo door, mijn dochtertje. Die is nu al beter dan jij waarschijnlijk. Ja. Helaas. Ben je niet bang voor blessures? Want je zit in een uitvoerend beroep. Je moet het hebben van je uiterlijk. En dat je er bent, zeg maar, met je lijf. En als je dan op krukken komt aanstrompelen, dat is best wel een risico. Dat is waar. Maar daar sta ik niet zo heel erg bij stil. En ik let wel enigszins op, natuurlijk. Je bent altijd wel bewust van... en zo'n waaghals ben ik nou ook weer niet. Dus ik ga geen stunts uithalen of zo op de ski. Maar dan nog kan er natuurlijk wat gebeuren. Maar ik ga wel met een soort oogklep op naar beneden. En dan de rest skiet wel om mij heen of zo. Dus Linda en dan heel lang niks en dan de rest van de piste. Precies. Mooi. Ja. Is het iets wat je jaren blijft doen? Dat je denkt, ik ga hier beter in worden. Dit is wel iets wat op het lijstje blijft staan. Of wordt het toch snel weer de zon? Nou, dan zou ik eerder voor de zon kiezen. Maar zou wel iets zijn wat ik jaarlijks zou willen doen. Maar het is natuurlijk ook vrij prijzig. Dus we gaan niet ieder jaar. Als het erin zit, dan gaan we lekker. Ja. En als maar we kwamen hier ook nog vast te zitten. In de sneeuw? Ja. Ja, dan is de lol er al snel af natuurlijk. Kan je in Duits even tegen mij zeggen hoe leuk het is in Gerloos? Het is ja zeer toll in Gerloos. Dat is ja met alle kumpel zeer, zeer schöne Sache. Mm. Also bis morgen, dan is Linda weer daar op Holländisch. Dankjewel. Danke sehr.